ADO Den Haag start op zaterdag 6 augustus aan het nieuwe seizoen. Dat betekent weer samen juichen bij heroïsche momenten. Het samen aanmoedigen van je helden. Het beleven van onvergetelijke momenten en het vieren van overwinningen. Dat doe je natuurlijk niet thuis op de bank. Daar wil je bij zijn. Onze wedstrijden beleef je in het stadion. Bestel nu je seizoenclubkaart via adodenhaag.nl/scc. De derde oefenwedstrijd van ADO Den Haag is tegen derde divisionist Scheveningen. ADO met de sterkste elf op dit moment mogelijk. Swinkels op doel. Eboui, Kanon, Beugelsdijk en Meijers achterin. Op het middenveld Bakker, Jansen en Gert. En voorin Schaken, Havenaar en Duplan. En nieuwkomer San José Román, de Argentijn, is er nog niet bij. Is wel aanwezig, maar traint donderdag pas voor het eerst mee. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd is voor Scheveningen. Dat dus uit gaat komen in de derde divisie. Eboui naar Schaken. Schaken zoekt natuurlijk naar Havenaar. Controle met het rechterbeen is goed. Dan duurt het wat lang voordat hij zijn vervolgactie in huis heeft. En wordt de bal uiteindelijk uitverdedigd. En is de eerste kans voor ADO voor Mike Havenaar. Die nog niet zo'n hele lekkere voorbereiding kent. Is nog niet op dreef. Scoorde afgelopen seizoen 16 doelpunten. En wie er ook scoort is Danny Bakker. Het is de eerste voor ADO Den Haag na een kwartier spelen. Op aangeven van Schaken. Een afstandsschot van een meter of 20. Uiteindelijk ziet de doelman Wolsheimer de bal wat laat komen. En staat ADO Den Haag 1-0 voor. En weer geen doelpunt van Mike Havenaar. Dit keer een middenvelder, Danny Bakker. Hier is Havenaar, hij probeert het van afstand. Goede redding van Wolfsheimer. Dus blijft het 1-0 voor de ploeg van Petrovic. Die er dus een nieuwe speler bij heeft. Een Argentijn, een bek. 27 jaar, tekent voor 2 jaar. En Scheveningen komt er zomaar eventjes gevaarlijk uit. Na een inworp is het Tim Peters. Hij schiet de bal hoog over het doel van aanvoerder Robert Swinkels. Maar ook Scheveningen creëert zo af en toe wat spelderprikjes. Eboui. Bal naar de tweede paal. Daar is het Havenaar. Klaarleggen voor Matthias Gert. En zijn volley moet er natuurlijk in. 1-0 is de ruststand. Na de rust een hoop nieuwe namen. Onder andere Ashraf El Madioui. De nieuwkomer die is overgekomen van Jong Ajax. En ook Jervain Castaner komt in het elftal bij Petrovic. Daar is hij. El Madioui geeft hem mee aan Schaken. Schaken. Castaner wil. Krijgt hem ook. Castaner is dan weg bij de defensie van Scheveningen. Maar stuit op doelman Björn Bernard, de tweede doelman van Scheveningen. Wat zijn zijn kansen? Hij staat natuurlijk achter Mike Havenaar en ook voldoende concurrentie voor hem op de flanken. Maar hij heeft een heerlijke individuele actie. Admat Kario, de man die een contract heeft getekend in de kaats met Castaner. Hij is dichtbij de 2-0 voor ADO Den Haag. Scoorde tegen RKAVV 2 keer. Werd toen vergeleken door Zelko Petrovic met Memphis Depay en Elgiro Elia. En nu krijgt hij dus weer wat speelminuten. Giovanni Admat Kario. Castaner. Aardige actie. 1 man kwijt. 2 man kwijt. Moet hem dan terugleggen. Balletje voor. Daar staat Admat Kario. Admat Kario. En daar zit te weinig kracht achter. Blijft een leuke, jonge, frisse voetballer om te zien. Goed dat Adel die heeft vastgelegd voor 3 jaar. Scheveningen met een hoop oud-ADO-spelers. Onder andere Samoender. De bek geeft hem voor. Daar wordt de bal wat moeizaam verwerkt door een van de invallers aan de kant van ADO Den Haag. Dat is Hadashi. En dan komt er een kans voor Klaai Hoekstra. Hij treft het zijnet. Kanon speelde een hele wedstrijd tegen Scheveningen. Zoekt naar Admat Kario. Goeie kaats. Daar is Hadashi laag voor en dan is de intikker voor invaller Jervain Castaner. ADO Den Haag komt op 2-0 in de slotfase van de wedstrijd. En gaat ook de derde oefenwedstrijd in voorbereiding op het seizoen 2016-2017 winnen. De voorzet is van Hadashi. Het binnentikken is van Jervain Castaner. 2-0 tegen Scheveningen. Aankomende zaterdag is tweede divisionist Katwijk de tegenstander. ADO Den Haag start op zaterdag 6 augustus aan het nieuwe seizoen. Dat betekent weer samen juichen bij heroïsche momenten. Het samen aanmoedigen van je helden. Het beleven van onvergetelijke momenten en het vieren van overwinningen. Dat doe je natuurlijk niet thuis op de bank. Daar wil je bij zijn. Onze wedstrijden beleef je in het stadion. Bestel nu je seizoenclubkaart via adodenhaag.nl/scc.